Van harte welkom. Mijn naam is Helene van Herleva. Leuk dat je kijkt. Vandaag wil ik het met je hebben over loslaten. Kun je echt loslaten? Ik heb altijd geleerd dat je emoties eigenlijk niet echt loslaat, vanuit ademcoaching gezien. Maar dat je de emotie, waar die een lage trilling heeft, dat je die naar een hoger level trilt, waardoor die een hele andere gevoelswaarde heeft en waardoor die dus eigenlijk naar een hogere trilling is gegaan. En dan is de grap, dan is die emotie niet meer voelbaar op de manier waarop je dat eerder deed. En het thema loslaten is iets wat ik denk wat wij mensen de hele dag door, zou je kunnen zeggen, maar vooral ons hele leven tegenkomen. Alles komt en alles gaat ook weer. Ik bedoel, uiteindelijk word je geboren en je gaat weer dood. Dus ook dan is het weer een grote, het leven weer loslaten, weet je wel. En op het moment dat je dus loslaten, krijg ik best wel vragen over. Mensen willen van alles en nog wat loslaten. Maar wat is dat dan eigenlijk? En ik vind het een heel interessant thema, loslaten. Voor mij is eigenlijk, hoe ik er nu over denk, wil ik graag met je delen, dat als je kunt zijn in wat er is, dan hoef je niet iets echt vast te houden en je hoeft het ook niet helemaal los te laten. Het is gewoon, dit is wat er is. Ik heb bijvoorbeeld vandaag mijn zoon weggebracht naar Schiphol, gaat een paar maanden naar Australië. Ja, dat is ook loslaten, weet je. Ik moet een kind loslaten, want ja, en loslaten hoe het allemaal gaat daar. En ja, dat deed natuurlijk ook wel iets in mij. Uiteraard. Hallo met zijn moeder. Maar ja, ik denk ook met opvoeden is het één groot loslaatproces. Elke keer opnieuw, want dan heb je zo'n babytje bijvoorbeeld. En dan denk je, nou nu weet ik hoe het moet. En dan ineens groeit die baby. En dan ineens, hey, hoef je van zoveel voedingen dit ineens, moet het weer dat. Altijd iets nieuws wat je weer moet laten gaan. En dat noemen we dan loslaten. Maar voor mij is het eigenlijk gewoon altijd dat ik denk, het is een golfbeweging. Het hele leven is één grote golf. En misschien is het grootste levenskunst van ons mensen wel dat wij leren eigenlijk surfen op die golven. En soms stormt het. En soms is het een heel windstil. En dan gaat het ook niet op dat surfboard. Dat werkt ook niet. En ik denk dat loslaten echt gewoon iets is dat je, ja, dat je gewoon meebeweegt in dat wat er is in dat moment. Dus op het moment dat je vecht, op het moment dat je een hekel hebt aan dat wat er dus wel is, dan vecht je en dan wil je dat alleen maar loslaten. En het voordeel is, je het zo vast hebt, dan kun je het ook laten gaan. Maar op het moment dat je gewoon accepteert wat er is, en of dat nou ziekte is of pijn, of gewoon een levenssituatie waar je gewoon ongelukkig van wordt, van bent. En het kan echt van alles zijn. Het kan een relatie zijn, kan werk zijn. Zorg om mensen waar je van houdt. Op allerlei levels heb je dat. Maar heel vaak kun je die situaties gewoon dus niet veranderen. Dus het enige wat je dan eigenlijk kan doen, is accepteren wat het dus dan wel is. En het idee loslaten dat het anders moet dan jij nu wil in dit moment. En dus dat je gewoon mee surft, mee beweegt op die golf van het leven wat het dan wel is. En neem je ademruimte, zoals ik dat dan noem, gewoon rustig in wat er dan is. En weet je, alles verandert. Het blijft nooit zoals het nu is op dit moment. En soms lijkt het wel uitzichtloos, maar komt altijd weer het volgende. Hoe dan ook, het volgende dient zich altijd aan. En soms vraagt het geduld van jou. Ja, enorm geduld. En adem dan ook gewoon rustig en kalm je ruimte in. Dat je misschien moet wachten tot situaties veranderen. En zolang die situatie is hoe het is, is alleen maar jou dat je mee beweegt in die golf wat het leven jou aanbiedt. Dus loslaten is voor mij eigenlijk gewoon meebewegen, mee zijn in wat er is. En dan laat je het vechten gaan. En wellicht zou je dat
het grote loslaten kunnen noemen. Nou, ik hoop dat ik jou weer misschien iets heb kunnen geven met deze video. En zo niet, dan heel graag tot een andere keer. Misschien heb je vragen, kun je ook altijd hieronder zetten. En ik wens jou een hele fijne, prachtige, liefdevolle dag. Doeg, hartelijke groet van mij, Helene.